Zo, Rem! Sorry Rianne, wat zei je? Wil je de vraag nog een keer herhalen? In wat voor auto rijden? Bij wie zitten we in de auto vandaag? Bij Remco Teuns. En wat doe jij precies? Ik restaureer klassieke auto's, oldtimers. Een speciaal merk of alles? Nee, niet merkgebonden. Echt alles. Hey, en Remco, zitten wij vandaag ook in een oldtimer? Ja, je zit in een prachtige Cadillac Coupe de Ville, 1968. Ah, het is wel een fantastisch geluid. Ja. Ja, lekker. Het is muziek. Vandaar ook geen radio. Waarom deze auto? Deze auto heeft nog charme, romantiek. Er zit ja, we zitten gezellig met z'n drietjes ja, ook kijk, voorin. Dit is een van de redenen. En deze heb je ook helemaal opgebouwd zelf? Deze auto heb ik 9 à 10 jaar geleden helemaal gerestaureerd, ja. Wat tof. Hey, en is dit altijd al jouw droomauto geweest? Want jij doet al iets met oldtimers. Is dan dit ook echt de auto waarvan je altijd al gedroomd hebt? Nee, dit is niet specifiek echt mijn droomauto, dat niet. Maar het is wel een auto waarvan ik denk van ja, die heeft alles nog uit die tijd wat je tegenwoordig totaal niet meer terugziet in auto's. Zoals? Ja, weet je, dit is dineren bij kaarslicht. En de meeste moderne auto's, dat is een broodje kebab. Ja, dat is het verschil gewoon. De romantiek is weg, vind ik. En krijg jij bij jou in de zaak dan ook echt alleen maar dineren bij kaarslichtauto's die jij mag restaureren? Ja, ja. Allemaal liefhebbers nog. Dus, geen mensen worden snel af. Heb je nog een voorkeur? Ja, nou, mijn voorkeur gaat uit naar de Amerikaanse auto's. Maar is helaas niet alleen maar Amerikanen. En is dit een auto waar je veel kilometers mee maakt? Nee, dat valt eigenlijk wel mee. Voor mij is het meeste is dit woon-werkverkeer. En ik, nou ja, ik zit een deel of 10 bij het werk vandaan. Dus nee, dat valt heel erg mee. Ja, en echte boetes rijden met deze auto? Nee, geen snelheid. Misschien een doorgetrokken streepje, maar snelheid. Nee, En wat was jouw allereerste auto? Een Mazda 323. Een metallic groene uit 1986. Hoe oud was je toen? Wat was toen? Ik denk jaar 19. Totaal nog geen verstand van auto's blijkbaar. Hey, want je zegt nog helemaal geen verstand van auto's, terwijl jij nu echt van auto's je werk hebt gemaakt. Hoe is dat dan gekomen? Ja, weet je, ik werkte toen in schadeherstel, dus van moderne auto's. Ah, ja. En nou ja, weet je, daar gaat snel een beetje of tenminste voor mij ging daar snel de lol van af, want het is vervangen en nou, de mensen komen de auto ophalen en doei. We zijn geen liefhebbers en nu kan ik echt een stukje ja, creativiteit op verkopen naar mensen die echt heel blij zijn met hun auto en eigenlijk hun kindjes en alles. Ja. En dat in normale schadewerk ja, heb je dat totaal niet. Dat zijn allemaal leaseauto's, auto's van de zaak. Dus totaal wel onbelangrijk voor die mensen. Ja. Je mist de liefde een beetje. Ja, de liefde, de creativiteit, de leuke klanten ook, want het is gewoon heel verschillend. Die mensen die komen een heel restauratieproces komen ze gewoon volgen. Ik stuur hun foto's tijdens het hele proces. Ze komen kijken tussendoor. Ze vinden alles wat je doet, vinden ze geweldig. En het is gewoon heel leuk om daar mee en voor te werken. Hey, maar bouw je dan ook echt een band op met je klanten? Ja, heel veel mensen wel, ja. Wat leuk. Je hebt natuurlijk een proces wat van een paar maanden tot wel een jaar kan duren. En ja, dan bouw je wel een band op. En die mensen hebben natuurlijk over het algemeen wel bepaalde budgetten en misschien zelfs meerdere auto's. Ja, ja. Dan komen ze ook vaker bij jou terug? Ja, gelukkig wel. Dus dat geeft aan dat ze wel tevreden zijn. Ja. Maar er zitten ook verzamelaars tussen. Ja. Er zijn mensen die één auto hebben waar ze gewoon lekker in het weekend mee gaan rijden. Maar er zijn ook mensen die hebben het als belegging. Het is natuurlijk een betere belegging dan je geld op de bank zetten. En is er één auto waarvan je denkt, oh, dat vond ik zo'n onwijs tof project om te doen? Oh, dat is wel heel lang geleden. Dat is een Vassel Vega geweest, 500. Een geweldig mooie auto. Die is ontworpen door vliegtuigbouwkundigen. Dat kun je ook terugvinden in dashboard en allerlei dingen. Zo. Ja, dat is een geweldig mooie auto. Is er een mooi verhaal te vertellen over deze auto? Dat hoeft niet eens zozeer specifiek die van jou, maar dit model. Nou, Elvis heeft er een gehad. Hè? Dat is leuk. Wat is er nog meer? Nou ja, weet je, toen wij deze auto op gingen halen, toen zijn we erachter gekomen dat er twee plaatsjes Baarlo zijn in Nederland. Eentje onder in Nederland en eentje boven in Nederland. Oh. Nou,
Je raadt het al. Ik voel hem al een beetje aankomen. Wij zaten in de verkeerde baarlo. Krijg je wel eens opmerkingen van mensen of medeweggebruikers of als je staat te tanken? Of wat vinden mensen over het algemeen? Nou, als je staat te tanken hoor ik wel vaak van nou, ik ben blij dat ik niet hoef af te rekenen. Oh ja, dus, ja. Voor de rest, ja, je krijgt er dus wel leuke reacties als je rijdt, dat een duimpje omhoog en zo, dat soort dingen. Dat, ja, mensen vinden het over het algemeen altijd wel leuk. Er waren nooit echt negatieve reacties gehad. Nee. Wat is voor jou belangrijk aan een auto? Wat is voor mij belangrijk aan een auto? Er moet chroom aan zitten. Anders is het geen auto. Voor mij is het belangrijk, als ik in deze auto zit en ik rijd, dan je komt tot rust. Ook heb je een hele gejaagde dag gehad, zo hou je instappen, je rijdt, je cruist over de weg heen. Je komt tot rust. Dat vind ik wel heel belangrijk. Wie wil jij voordragen voor de volgende Business Politiek? En waarom? Wie wil ik voordragen? Ik wil graag voordragen Jan van Drakenstein, van Drakenstein Media. Omdat Jan is ook een autoliefhebber. En gewoon een hele leuke vent. Hij is echt social media freak, wel wou ik zeggen. Dus pas wel in die straatje. Zijn we niet onhandig? Nee. Nou, dan is Jan de volgende waar we naartoe gaan rijden. We gaan naar Jan. Ja. Waar we bij de auto gaan stappen. Succes, jongen.